Op zaterdag 15 augustus 2020 is een boekwerk met als titel Authentic Personal Branding for Design Thinkers aan president Chandrika Persat Santokhi overhandigd. Het boek is geschreven door professor Hubert Rampersat. Wat het doel is van deze uitgifte, krijgt u te horen in het volgende verslag dat wij voor u hebben. Professor Rampersat, u heeft een boek overhandigd aan de president van de Republiek Suriname. Waarover gaat dat boek precies? Het boek gaat over authentiek leiderschap, ethisch, integer leiderschap. Maar dan in een context van innovatie. Ik had de president vorig jaar mijn ander boek over innovatie overhandigd. En dat ging over het proces van innovatie. Hoe ga je in Suriname, wereldwijd, nieuwe producten en diensten ontwikkelen en succesvol op de markt brengen? Dat gaat over nieuwe modellen. Want innovatie in de wereld is niet duurzaam. Waarom niet? Omdat we vergeten de mensen. We vergeten persoonlijk leiderschap. We vergeten integriteit. En dat tweede boek heb ik vandaag overhandigd aan de president. Ik heb daarmee gewacht, want ik dacht eerst even dat eerste boek. Ik heb 20 boeken geschreven bij de wereldwijd vanuit Amerika in veel talen. Maar dit is speciaal, wil ik dit aan de president overhandigen. Want het gaat over persoonlijk leiderschap. En dat hebben we in Suriname nodig. Integer, persoonlijk, ethisch leiderschap. Maar praktisch. Geen bla bla bla. Gewoon dat je dat direct kunt toepassen. En dat alle Surinamers, ook de jongeren, ook de studenten, allemaal een goede leider worden. Daar gaat het over. Waarom heeft u ervoor gekozen om dat boek te overhandigen aan de president? Ik heb daarvoor gekozen omdat de president een rolmodel is. Je moet rolmodellen hebben in een samenleving. Zodat de jeugd, de jongeren, ook zo kunnen worden en zijn later, toch? Of nu al. Dus de meest geschikte persoon om dat boek, om draagvlak te creëren in Suriname voor duurzaam, effectief, integer, eerlijk leiderschap, dat moet vanuit boven naar beneden beginnen. En daarom is het een geweldige eer vandaag om het boek aan de president te overhandigen, omdat hij een goed rolmodel is over innovatie. Want het is niet alleen over leiderschap. Er zijn zoveel duizenden boeken geschreven. Elke week wordt een boek in Amerika of in Nederland gepubliceerd over leiderschap. Maar het is vaak bla bla bla. Het is niet praktisch. Maar vooral, het is niet authentiek. Het is niet holistisch. En het gaat over authenticiteit. En holistische benadering. Holistisch betekent integraal. En als je dat zo toepast, met heel veel tools en technieken, heel praktisch, dan ga je zien dat je binnen een maand verandering in je ziet ontstaan, waardoor ook de jongere leiders kunnen worden. Iedereen moet de potentie hebben om een president te worden van dit land, toch? Niet alleen de president. Die capaciteiten, die skills, die moet je ontwikkelen. En dat kost tijd, dat kost ook durf, dat kost moed, maar vooral kost het motivatie. De wil hebben om te veranderen. De wil hebben om te leren en vooral ook om af te leren. En daar gaat het om. Wat vindt u ervan dat de president ondanks een drukke schema toch ervoor heeft gekozen om u te ontvangen en dit boek dat u heeft geschreven aan hem te overhandigen? Omdat de president als geen ander weet in welke moeilijke situatie Suriname zich nu bevindt en in verkeerd. Suriname heeft ethisch leiderschap nodig. Suriname heeft duurzaam leiderschap nodig. Mensen met een visie, mensen die hun skills kunnen ontwikkelen en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen, want dat is ook leiderschap. En de president begrijpt dat. De president begrijpt dat Suriname in een hele moeilijke, diep dal zit. We zitten in de modder. We zijn bijna helemaal kapot. En om in het nieuwe normaal te overleven, vooral in het COVID-19 tijdperk, moet je nu anders gaan denken, anders gaan handelen. En dat vereist een andere manier van leven, een andere manier van denken. Alleen zo gaan wij Suriname uit het slop
kunnen halen. En de president is erg committed daarmee. En daarom heeft hij mij ontvangen vandaag om dat boek in ontvangst te nemen. Het is niet zomaar een boek. Ik heb 25 boeken geschreven wereldwijd. In zoveel talen. Maar dit is zo praktisch, zo mooi. En ik wil graag hebben, en dat is mijn droom, dat we Suriname met z'n allen gaan ontwikkelen. Samen. Er is te veel verdeeldheid. Te veel belangen. Te veel racisme. En we moeten een mindset change hebben. Dat moet veranderen. De mindset. We moeten met een andere mindset rondlopen. Een sterke mindset. In Amerika noemen we het nou een growth mindset. En een growth mindset betekent dat alle Surinamers, ook de jongeren, daar begint het mee. Alle ministeries, alle Surinamers, alle huisvrouwen, alle mannen, alle kinderen, die moeten nu in het nieuwe normaal, het nieuwe normaal na COVID, maar en na de problemen die we hebben meegemaakt hier en wat nu nog steeds zit. We moeten nu anders gaan leven, anders gaan denken, anders gaan handelen. En dat heb ik allemaal hierin praktisch met veel voorbeelden opgenomen.